Ik vond de eerste lezing super tof en nu heb ik eindelijk een helemaal een idee wat ik juist ga moeten doen. Ik denk dat mensen mogen verwachten dat het zo echt een Kempische boerendochter is eigenlijk, die ja, van een totaal andere sector ineens in de vastgoed terechtkomt. Die ook gewoon haar Kempische manier gebruikt om dat vastgoed te schatten, terwijl dat het over ja, theater gaat natuurlijk. Het gaat niet over een Kempisch huis of een Kempische boerderij. Maar de mensen mogen vooral eigenlijk wel een beetje Celine verwachten. Gewoon recht voor de raap. Here I am. Take me as I am. Ik ga sowieso zelf mijn bult lachen achter de schermen. Mensen moeten komen kijken omdat het gewoon echt alle klassiekers heeft om een goed komisch stuk te zijn. Enerzijds omdat Kaals en Van Voren erin zitten. Twee, omdat we een super toffe cast hebben met heel veel leuke mensen. En uw eigen gewoon een kriek te lachen, want dat ga je sowieso vanaf de eerste moment al doen.